Goedemiddag, vandaag zijn wij in de Tweede Kamer waar wij een afspraak hebben met Pia Dijkstra. En Pia Dijkstra gaat onze stichting Taxis voor Hoop steunen. En daar zijn wij enorm trots op. En ik hoop dat dat helpt om nog meer mensen te overtuigen om hun taxisnoezel in te leveren bij ons. We zijn hier vandaag in de Tweede Kamer en op bezoek bij Pia Dijkstra die ons initiatief heel erg gaat steunen. En ik ga even het woord geven aan Pia, zodat zij even zichzelf kan voorstellen en wat zij hier allemaal doet in de Tweede Kamer. Ja, ik ben Tweede Kamerlid voor D66 en ik hou me bezig met de curatieve zorg. Dat is de zorg in de ziekenhuizen en bij de huisartsen en alles wat er op dat terrein gebeurt, de curatieve, dus de genezende zorg. Hou me ook bezig met medische ethiek. Ja, en nu samen Taxis voor Hoop stamelt taxosniezel in om medicatie tegen kanker te maken. En waarom vindt u het belangrijk om ons te steunen? Nou, ik vind dat heel erg belangrijk omdat we natuurlijk altijd op zoek zijn naar goede geneesmiddelen en behandelmethodes voor mensen met kanker. Er zijn heel veel mensen met kanker. En het is zo eenvoudig om hiermee te helpen. Als je een taxisboom in je tuin hebt staan of een heg, wat veel mensen hebben, en het snoeisel kan gebruikt worden voor dat middel, Taxol, om kanker te behandelen. Ja, dat is natuurlijk. Het is zo'n kleinigheid. Dus ik zou iedereen willen oproepen die zo'n boom in de tuin heeft of zo'n heg heeft, om mee te helpen. Ja, want uiteindelijk is het vragen wij natuurlijk een stukje afval, een stukje recycling. Ja. En dat is natuurlijk iets wat heel mooi is. En zou dat ook in de toekomst wellicht kunnen betekenen dat dan de toegankelijkheid van de medicatie beter wordt? Ja, want dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Hè. Je ziet nu dat kankergeneesmiddelen heel erg duur zijn. Alles wat er nieuw ontwikkeld wordt. En we willen heel graag dat die prijs naar beneden gaat. Een beetje een reële prijs wordt. Er worden natuurlijk heel veel mensen mee behandeld. En daarom hebben we als D66 ook een plan van aanpak voor kanker gemaakt. Waarin we voor een deel zeggen, er moet meer onderzoek komen. En onderzoekers moeten goed met elkaar gaan samenwerken. En daarnaast zeggen we ook, we moeten veel meer aandacht hebben voor preventie. Moeten ervoor zorgen dat mensen die kanker hebben, dat die verder gaan met hun leven, dat die ook worden ondersteund. Dat er goede psychosociale zorg is voor mensen met kanker. Ja, ja, want ik weet dat u bijvoorbeeld ook de chemotuin een warm hart toedraagt. Ja. Dat is ook een van de initiatieven die wij ook geld aan is overgemaakt met de opbrengst. En misschien kunt u kort uitleggen wat de chemotuin precies doet voor de mensen. Een chemotuin die is, ik denk, anderhalf, bijna twee jaar, misschien wel geleden, geopend in Hilversum bij het Tergooi ziekenhuis. En het mooie daarvan is dat als je een chemokuur ondergaat, dat je dat buiten kan doen, in de tuin, onder een prachtige soort afdak. Ik heb dat mogen openen en ik was echt onder de indruk. En kankerpatiënten vertelden ook, het is zo fijn, het verlaagt het stressniveau. Je bent buiten in de frisse lucht het maakt het ziek zijn even wat minder erg. Ja, want ik heb toevallig ook dan iemand gesproken die daar behandeld is. En zij geeft eigenlijk de argumenten die u ook geeft. En wij zouden het dus ook echt heel fijn vinden als we ook daaraan, aan het stukje preventie, maar ook voorlichting met de opbrengst geld vrij kunnen maken. Ja, heel mooi. Nou, daarom vind ik het ook belangrijk om jullie initiatief, namelijk het afval van de taxisheggen, te verzamelen. Dus ik zou zeggen, hebt u taxis in uw tuin? Levert u het afval voor Taxis voor Hoop met de hashtag snoeihard tegen kanker.